Bloemburg, het dorpje waar Torben, Pato en ik samen wonen. Alleen in mijn winkeltje is er ingebroken. En ik heb daarom een politiebureau gestart en ik denk te weten wie het is. In mijn onderzoek heb ik namelijk een pistool gevonden. En waarom zou iemand een pistool hebben? En waar ik dit pistool heb gevonden is bij het oude huis van Pato. En ik moet dit aan Torben vertellen. Torben heeft in zijn video het park Bloempark geopend. En ik wou het toen al vertellen, maar Torben wou gewoon niet luisteren. En ik ging in de achtbaan en ik was zo misselijk dat ik het helemaal was vergeten wat ik wou vertellen. Maar ik weet het weer. En ik moet het vertellen tegen Torben wat ik heb gevonden. Want Torben gelooft mij niet. Torben, open doen! Open doen! Rustig. Ik ben bijgekomen. Ik was zo misselijk van die achtbaanrit met jou toen de vorige keer. Niet normaal, maar ik wou je nog wat vertellen en ik was het helemaal vergeten. Ja, wacht. Maar voordat je dat doet, ja. Waarom ben jij in het blauw? Wat is de bedoeling? Heb jij dat nog niet gezien? Ik ben vanaf nu politieagent van Bloemburg. Kom maar, kom. Ben jij politie? Ik mijn deur dicht doen. Waarom lach je me uit? Ja, gewoon. Ik ben een politieagent. Ja, nu lach je misschien nog wel, maar ik weet niet of je het al hebt gezien. Ik heb hier een heel politiebureau gebouwd, Torben. Wat? Ja. Ik heb wel gezien dat er iets in aanbouw was, maar... Ja, een politiebureau. Wanneer heb je dit gedaan? Ik ben geen amateurpolitieagent, hè. Ik heb heel groot onderzoek gedaan en dat moet ik jou dus even gaan vertellen. Maar eerst even een kleine rondleiding. Kom maar. Oh ja, je moest mij wat vertellen. Welkom in het politiebureau. Hier staan allemaal hoofden van mensen die ik heb gevangen ooit een keer. Dat vind ik best wel eng eigenlijk. Pas maar op. Maar ik kan... Torben, ik kan jou vertrouwen, want ik weet 100% zeker dat jij niet de dief bent. Ik weet dat ook 100% zeker. Oké, ik moet je trouwens nog wat vertellen. Ik heb jou laatst bespioneerd en ik weet van jouw bunker. Je hebt mij bespioneerd! Ja, ten eerste sorry daarvoor dat ik dat heb gedaan. Maar terwijl ik jou aan het bespioneren was, is er ingebroken in mijn winkel. Maar dat is nog niet hetgene wat ik wil vertellen. Maar ik was toch niet aan het inbreken? Nee, daarom weet ik dat toch ook. Maar ik bedoel, ik kan dan toch ook wel toegeven dat ik af en toe jou bespioneer. Serieus? Ja, ik heb ook camera's hangen in Bloemburg. Wat heb je mij allemaal zien... Ik heb helemaal geen gekke dingen gedaan. Ik ben politieagent. Ik heb jou konijntjes zien spelen. Ja, maar ik ben politieagent. Ik heb het beste voor met Bloemburg. Alleen Pato daarentegen, die heeft dat niet. Hoezo? Hij heeft een heel pretpark gebouwd voor mij. Tuurlijk wel. En hij heeft mij in dat pretpark rauwe kip gegeven, waardoor ik moest kotsen in de achtbaan, Torben. Oké, dat was misschien niet zo handig. In ieder geval... kom eens, kijk. Mag ik achter de balie? Ja, jij mag achter de balie. Hier heb ik een gevangenis gebouwd. Ga maar even kijken, Ja, maar je gaat me niet ontsluiten. Nee. Ik heb ook gewoon geen spullen bij. Ik heb echt gewoon niks bij. Helemaal niks? Nee. Ja, kom nee. Maar. Oh. Dat vind ik zielig. Ik weet dat jij de dief niet bent. Ik weet het. Alleen, ik moet dit dus nog even beter gaan beveiligen. Misschien nog wat camera's hangen. Misschien wat elektrische hekken of zo. Waar zou je toch zijn? Zie je mij? Torben. Torben, ik heb nog nooit hier de vloer schoongemaakt, hè. Dat weet je. Maar kom, we gaan even naar boven toe, want kijk, hierboven heb ik allemaal ruimtes waar ik mensen kan ondervragen. En nog meer hoofden, dus pas Wat is het met die hoofden, jongen? Dat vind ik alleen maar eng. Ja, weet ik niet. Het is gewoon voor de sier. Het zijn gewoon poppen. Het is niet echt. Kijk, hier kan ik mensen ondervragen en hierboven is het dak. Zo, dat was ik even vergeten. Hier kan ik mensen ondervragen, alleen ik heb hier in mijn kist... bewijsmateriaal gevonden in mijn winkel. En jij mag even kijken wat het is. Doe maar. Kijk maar. Wat is dat? Een schaar. Een schaar. Om dus draadjes mee door te knippen. Dus ik weet niet of jouw camera's altijd werken. Ga zitten. Zitten. Heb jij misschien wat vreemds ontdekt met jouw camera's? Dat ze het soms niet deden. Want met die tang kan je dus daadwerkelijk cameradraden doorknippen, Torben. Ja, ik heb wel één keer gehad dat er... ook eentje is ooit weggegaan. Ja. Zonder dat ik het weet, gewoon een camera die weg is gegaan. En eentje die heeft er wel eens gehaperd. Maar verder niet. En is er bij jou iets gestolen, of niet? Ja, gestolen, dat weet ik niet. Wat is er gestolen? Nee, ja, ik heb natuurlijk mijn huisje, mijn bunker. Maar ik heb het gevoel gehad wel dat ik af en toe iets kwijt was. Maar ik heb er niet over nagedacht of het gestolen is eigenlijk. Oké. En jij vertrouwt Pato? Ja, 100%. Ja, waarom vertrouw je hem 100%? Kijk, kan je dit niet zien hieruit?
raampje. Ja, maar misschien hij is daar zo druk mee bezig geweest. Die jongen heeft geen tijd voor andere dingen. Misschien is het wel om je vertrouwen te winnen. En hoe komt hij dan aan al die materialen en aan al die spullen? En waarom kunnen wij dat dan niet? Ja, omdat... Huh? Ik weet niet of je hebt gezien hoor, maar deze gast die zit 24-7 in de server. Is hij nu ook... Oh, hij is nu ook online. Ja, daarom, hij is de hele dag hier. Hij is waarschijnlijk nu alweer bezig met de volgende Torben, attractie. Ja? Ja. Bereid je voor. Ja? Ik heb wat onderzoek gedaan natuurlijk. Ik heb Bloomberg heb ik ook al bekeken. Daar heb ik, of Bloompark heb ik bekeken. Daar heb ik niks raars gevonden. Maar ik ben naar het oude huis van Pato gegaan. En daar heb ik dit gevonden. Een pistool. Is dit echt? Niet op mijn richten. Nee, sorry. Oh. Hoe verklaar je dat dan? Dat ik dat heb gevonden bij het huis van Pato? Hoe verklaar je dat? Ja, ik weet het niet. Die kan je hier net zo goed ook in de la vinden. Ja, het is een politiebureau. Ja. Torben, sinds wanneer heb je pistolen in Minecraft? Dat wist ik toch... Ja, weet ik veel. Kom, ik ga het laten zien. Kom eens met mij mee. Oh. Kom, ik moet het laten zien. Was dat ding echt? Of is het gewoon een neppert? Dat ga ik dus even laten zien, want ik heb... Sowieso een neppert. Je bent met mij aan de kloten. Nee, Torben. Je bent aan de kloten. Nee. Is dit politiepakje wel echt? Heel echt. Moet je me voelen. Hij is van echt leer. Hij ziet er wel echt uit. Oké, laten we het even gaan testen. Met een lelijke boom van je daar. Kom eens. Kijk. Kom maar aan. Dit is een zwaard, hè. Kijk. Ja. En dit is een schaap. En dan moet ik één keer slaan en dan is het schaap dood. Dus dit is een heel sterk zwaard. Maar kijk eens. Kijk. Ben je serieus? Gaat hij echt doen? Ja, kijk. Bam! Nee! Zie je? Wow. Zie je? Nee, ik vind het heel eng. Zie je? Ik in een gat. Hij werkt. Niet op mij richten. Hij werkt. Torben. Oh, dat is mijn shot. Niet op mij richten. Pato is de dief. Ik weet het 100% zeker, Torben. Oké, ik ben een beetje bang. Mag ik eens één keer proberen of dat ding werkt? Nee, natuurlijk niet. Dit is bewijsmateriaal. Ik moet het nog controleren op vingerafdrukken, Torben. Torben, jij krijgt deze niet. Nee, stop eens met aimen op mij. Niet richt op mij. Oh, wij zijn vrienden. Zie je? Ja, ik vind het doodeng. Je zoekt het even maar uit, maat. Torben, ik weet het zeker. Pato is de dief. Ik ga naar huis. Ik geloof je niet. Oh, Torben gelooft me nog steeds niet. Hoe kan Torben niet geloven dat Pato de dief is als ik letterlijk gewoon een pistool bij zijn huis vind? Waarom moet Pato nou weer een pistool hebben? Ik weet zeker weten dat dit het pistool van Pato is. En ik weet het... Ik ga het vragen. Ik ga het gewoon aan hem vragen. Als politieagent zijnde mag ik hem namelijk meenemen naar het politiebureau. En dat is waar ik ga doen. Ik ga Pato ondervragen en ik ga ervoor zorgen dat hij opbiecht. Pato, open doen! Pato, hallo, Pato, open... Pato, ben je... Hij is sowieso niet thuis. Oké, we gaan even naar Bloompark toe. Want Pato, die is dag in dag uit alleen maar in Bloompark. En het park is inmiddels geopend. Dus ik weet dat daar een camera hangt. Maar dat maakt in principe helemaal niks meer uit. Ik als politieagent mag komen waar ik wil. Het park is geopend. Ik heb gratis tickets gewonnen met verstoppertje in de video van Torben. En... Dit meen je niet. Hij zit gewoon in de achtbaan. Waarom zit Pato in zijn eigen achtbaan? Hoe kom ik bij die achtbaan? Volgens mij moet ik dan hier... En helemaal hier om me heen lopen. Bloompark is eigenlijk best wel mooi geworden. Ik vind het eigenlijk stiekem wel leuk. Maar omdat Pato het heeft gemaakt, vertrouw ik het gewoon niet helemaal. In ieder geval, ik moet Pato even tegenhouden. Kijk. Hier heb je hem. Pato! Hallo? Pato, uit de achtbaan! Stoppen! Ja, ik kom eruit. Ik ben er bijna. Stoppen. Ik kom eruit. Niet in de bed staan. Oh, zo. Ik wou nog wel. Meekomen. Ik weet niet of je het ziet, maar ik heb een blauw pakje aan. En dat betekent dat ik een... Ik ben een politieagent. Ik ben een politieagent. Ja, er is namelijk een dief in Bloomberg. En volgens mij weten wij allebei wel heel goed wie die dief is. Dus kom maar met me mee. Kom met me meekomen. Ik heb bewijsmateriaal gevonden. Ik heb namelijk iets gevonden. En ik heb het idee dat jij namelijk wat mist. Is dat namelijk dit? Oh, wat is dit? Is dit meekomen? Meekomen. Ik ga niet schieten. Hoe weet jij dat dit een echt pistool is? Hè? Weet ik niet of die echt is, maar ik kan er beter van uitgaan dat die echt is. Ja, deze is van jou en dat weet hij ook donders goed. Kom, ik ga jou eventjes goed overhoren, want ik ben helemaal klaar met jou. En een beetje Torben. Waar denk je dat ik hem heb gevonden? Bij jouw oude huis?
Waarom kom jij in mijn huis? Daarom, omdat ik een politieagent ben en ik ga op onderzoek uit. En waarom kom jij in mijn winkel? En waarom ben jij een beetje door mijn bevriend aan het houden door zo'n heel park voor hem te bouwen? Ik weet wel wat jij van plan bent. Ik weet wel wat jij van plan bent. Kom maar mee. Nou, ik ben helemaal niks van plan. Oké, welkom in mijn politiebureau. Kom maar mee. Wat leuk. Denk ik. Ik ga jou eens even goed ondervragen. Jawel. Kom maar met me mee. Waarom gaat hier allemaal hoofden? Ja, kijk maar uit. Dat zijn de mensen die ik heb gevangen. Ik ben namelijk al jarenlang politieagent. Meekomen. Waarom zou je hun hoofden eraf halen? Daarom. Omdat ik niet hou van mensen die dingen verkeerd doen. En jij bent een dief. Zitten. Daar. Ja, daar moet jij zitten. Goed zo. Oké, ten eerste. Wat is dit? Zeg het maar. Wat ben jij hiermee van plan? Het ziet eruit als een heggeschaar. Wat ben jij hiermee van plan? Doe nou niet alsof ik dom ben. Het ziet er toch uit als een schaar? Wat zit er in die kist? Ik heb dit gevonden uit mijn kist te blijven. Hallo? Sorry, maar er zit helemaal niks in. Ik weet dat jij een dief bent en dat je van alles wil pakken. Ja, maar dat is helemaal niet waar. Dit heb ik gevonden. En waarom saboteer jij hiermee de camera's van Bloomberg? De camera's van Bloomberg? Sinds jij in de server bent, hebben we allemaal camera's. Heb ik gebracht. Ja, die heb jij gebracht en daarom weet je ook hoe ze werken. Je bent de camera's aan het saboteren, waardoor je lekker alles kan stelen in Bloomberg. Maar waarom zou ik stelen? Omdat jij rijk wil worden? Weet ik veel. Dat zou jij moeten weten. Ik weet niet waarom we jou willen stelen. Ik steel toch niet? Je steelt wel. En waarom heb jij een pistool? Ik weet niet waar je het over hebt. Waarom ligt er een pistool bij jouw oude huis? Vertel dat maar eens. En waarom heb jij in je oude huis een geheime kamer met een map van Bloomberg? Ja, maar dat is toch allemaal mijn oude huis? Wat heeft dat te maken met dit hier? En waarom ligt daar een pistool? Vertel het maar. Hij is niet van mij. Hij is wel van jou. Weet je wat? Ga maar naar huis. Ga maar naar... Ik vind nog wel bewijs. Komt goed, ja? Komt goed. Okay. Nou, wegwezen. En als er nog één keer iets wordt gestolen, als je dat je maar even weet... ik heb een heel... Hallo, hier blijven! Wacht even. Ik ben nog tegen je aan het praten. Nee. Ik wou zeggen, als er nog één keer iets wordt gestolen... ik heb een heel recherche-team die hem kan opsporen, maar dat heb ik helemaal niet. Maar ik weet zeker dat hij de dief is, alleen ik heb te weinig bewijs. Ik moet op een manier Torben zien over te halen, maar ik weet niet hoe. Laat even weten in de reacties wat ik moet gaan doen. Ik moet bewijs vinden tegen Patto. Ik weet zeker dat hij de dief is.